De Doorsey 4110 is een draadloze cameradeurbel die bestaat uit twee onderdelen: een buitendeurbel en een 3,5 inch kleurenscherm. Deze cameradeurbel heeft een hoge prijs-kwaliteitverhouding, want de deurbel is mooi compact en het scherm heeft een mooi formaat. Beide zijn ze gemaakt van goed stevig kunststof. Als je de bel en het scherm vastpakt, merk je direct dat het kwaliteit heeft en lang mee zal gaan. Verder is deze deurbel erg makkelijk in gebruik, daarom 4 sterren voor prijs-kwaliteitsverhouding. Deze camera deurbel is echt super makkelijk te installeren omdat de buitendeurbel op batterijen kan werken. Dit zijn 4 AA type penlight batterijen. Deze batterijen worden nu gratis meegeleverd. Hoe lang de batterijen meegaan is volledig afhankelijk van de gebruiksfrequentie. Bij gemiddeld gebruik zullen de batterijen 1 of 2 keer per jaar moeten worden vervangen. Deze batterijen gaan in de aparte batterijenunit die onderin de deurbel wordt gestoken. Hiervoor plaats je eerst één voor één de batterijen in de batterijenunit en schroef je het waterdichte afdekkapje erop met de meegeleverde schroefdraaier. Dan plaats je het kapje met het naamplaatje en steek je de batterijenunit onder in de deurbel. De deurbel is dan klaar voor gebruik. Zodra iemand aanbelt, krijg je gelijk een oproep op het scherm, waarmee je vervolgens kan praten en luisteren. Je kunt een oproep beantwoorden. Of wegdrukken nadat iemand heeft aangebeld. Dit is dus echt plug-and-play. Aansluiten op 12 volt is niet nodig. En de installatie is sowieso veel makkelijker dan een internetdeurbel. Want die moet na installatie ook nog eerst worden verbonden met het internet. Wat niet altijd direct goed gaat. Daarom 5 sterren voor makkelijk te installeren voor dit product. Er worden twee verschillende montagebeugels direct meegeleverd. In de beugels zitten verschillende gaatjes waar je met schroeven de deurbel op zijn plek kunt hangen. Dit kan ook in een hoek. Met het ingebouwde waterpasje kan je de deurbel goed recht hangen. Als je de deurbel op batterijen wil laten werken, gebruik je de lange montagebeugel. Als je de deurbel wil aansluiten op 12 volt, dan gebruik je de korte montagebeugel. Want wanneer de deurbel op 12 volt werkt, kan de aparte batterijunit worden weggelaten. Nadat je de deurbel in de montagebeugel hebt gedaan, schroef je hier dit schroefje dicht. De camera heeft een 135 graden groothoeklens en nachtzicht. Boven de camera zitten 5 leds die zichtbaar wit licht geven wanneer het donker is. Zodra er iemand aanbelt, dan krijgt de aanbeller hiervan direct een aanbelbevestiging doordat er een toon te horen is en het lampje achter de deurbelknop gaat knipperen. De deurbel is volledig weerbestendig en de bedrading kan hiervoor ook waterdicht met een kapje worden afgesloten. Een 12 volt adapter voor de buitendeurbel is als aanvulling te koop en dit is de Doorsee 4970. Wanneer de buitendeurbel op 12 volt is aangesloten, dan is de monitorfunctie beschikbaar. Met deze functie kan men door de camera kijken, ook wanneer er nog niemand heeft aangebeld. Wanneer de buitendeurbel wordt gebruikt op basis van batterijen, is de monitorfunctie niet beschikbaar om de batterijen te besparen. Je kunt dus bij het gebruik van batterijen alleen door de camera kijken wanneer iemand heeft, eerst heeft aangebeld. De Binnenunit is een 3,5 inch kleurenscherm en werkt via een meegeleverde ingebouwde accu. Zodra het scherm in de houden staat, wordt de accu in het scherm opgeladen. De verbinding tussen de deurbel en het scherm gaat geheel draadloos via een eigen 2.4 GHz-signaal. Je hebt voor deze draadloze deurbel dus geen internetverbinding nodig. Het bereik is afhankelijk van je omstandigheden, bijvoorbeeld de dikte van de muren en het aantal muren waar je het signaal doorheen moet. Het zal ergens liggen tussen de 20 en de 250 meter. Om het bereik te verlengen, kan je altijd nog de uitklapbare antenne gebruiken boven, aan de bovenkant van het scherm. Heeft u twijfels over het bereik? Dit is echt een kwestie van uitproberen. U kunt altijd gratis retourneren. Zodra iemand voor de deur staat en aanbelt, wordt er automatisch een foto gemaakt. Deze foto kan je door op Replay te drukken bekijken. De foto wordt voorzien van een datum en een tijd. Iedere foto kan apart worden gewist. In het menu kan je ervoor kiezen om standaard 1 of 2 foto's te laten maken. Tijdens een oproep kunnen nog aanvullende foto's worden gemaakt. Er worden tot maximaal 100 foto's opgeslagen. Een extra abonnement voor opslag is dus niet nodig. In het geval van een gemiste bezoeker zal deze knop op het scherm gaan knipperen, die aangeeft dat iemand heeft aangebeld waarvan een foto is gemaakt. In het menu van het scherm is veel in te stellen: het volume van de speaker in het scherm, de helderheid van het scherm. De datum en tijd die bij iedere foto zal worden getoond. Of je een toon hoort als je drukt op een knop op het scherm. Of je de deurbel foto's moet maken van wie aanbelt en of er dan 1, 2 of 3 foto's moeten worden gemaakt. Je kunt foto's bekijken en wissen. De instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Of een extra deurbel toevoegen. Deze draadloze deurbel kan ook worden aangesloten op een elektrische deuropener. De opener moet zelf van stroom worden voorzien, waarbij de deurbel alleen werkt als een schakelaar in dit circuit. De lengte in seconden waarop het slot open blijft, is in te stellen tussen de 1 en 25 seconden. In de buitendeurbel zitten twee soorten aansluitpunten voor het aansluiten van de elektrische deuropener. Er zijn namelijk twee soorten openers mogelijk: Normally Open Locks en Normally Closed Locks. Deze draadloze deurbel kan ook worden aangesloten op een elektrische deuropener. De opener moet zelf van stroom worden voorzien, waarbij de deurbel alleen werkt als een schakelaar in dit circuit. In de buitendeurbel zitten twee soorten aansluitpunten voor het aansluiten van deze elektrische deuropener. Er zijn namelijk twee soorten openers mogelijk: Normally Open Locks, ook wel ruststroom, of Normally Closed Locks, ook wel arbeidstroom. Bij ruststroom valt bij de opener de stroom weg wanneer het slot open moet gaan. Dit is bijvoorbeeld bij een magneetdeuropener. Bij arbeidstroom krijgt de opener alleen stroom wanneer de opener open moet gaan. De deurbel werkt zelf alleen als een schakelaar en levert zelf niet de stroom voor de opener. De lengte in seconden waarop het slot open blijft is in te stellen tussen de 1 en 25 seconden. Door 5 seconden te drukken op zowel de groene als de menuknop. Daarna kunnen de secondes worden ingesteld... Van de ene deurbel of eventueel van de tweede aangesloten deurbel. Met back sla je dit op.